Het was een aantal weken geleden een grote teleurstelling. Geen vierdaagse en geen vierdaagse feesten. Omdat we zo'n belangrijke week in Nijmegen niet zomaar voorbij kunnen laten gaan, ontwikkelde de Vierdaagse Feesten City Game samen met de partners van de Vierdaagse Feesten een bijzondere app. Nou, de app is ontwikkeld omdat op een gegeven moment bekend is geworden natuurlijk dat de Vierdaagse Feesten niet door zouden gaan op de manier zoals wij ze van tevoren natuurlijk voor ons hadden. Dus we gingen nadenken van, hey, wat is een leuk alternatief wat we kunnen bedenken om toch iets met de Vierdaagse Feesten te doen dit jaar. Nou, toen zijn we gaan kijken van wat is dan mogelijk in de 1,5 meter samenleving, natuurlijk in verband met corona nu. En om toch inderdaad mensen enthousiast te krijgen om toch iets te gaan doen deze Vierdaagse Week. Want het zou zonde zijn als het stilletjes voorbij zou gaan. Dus vandaar dat we hebben bedacht, hey, we gaan een app maken. Een stadspel, een citygame. En dan gaan we de mensen toch de stad intrekken op een veilige manier. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen met name ten eerste de website bezoeken van de Vierdaagse Feesten. Daarnaast zal er ook een social media campagne plaatsvinden. Daar wordt ook van alles over verteld hoe je aan de app komt, hoe je erbij komt en de uitleg daarvan. En zullen we ook op straat door middel van posters nog wat extra marketing uit kunnen doen daarover. De app werkt eigenlijk zo dat je door middel van punten verschillende city quests, oftewel raadsels, oplost. Verspreid over de stad. Aan het eind van elke dag worden de mensen met de hoogste punten beloond met een leuke prijs. En aan het eind van de week geldt dit ook. Bij prijzen kun je denken aan hotelovernachtingen of een bierpakket of een workshop met bijvoorbeeld een vriendengroep. Er zijn een tal van 42 raadsels en die zijn verspreid over 7 dagen. Om toch de veiligheid te garanderen hebben we Nijmegen verdeeld in verschillende regio's, waardoor je op een veilige manier toch die cityquests, oftewel raadsels, kunt oplossen. Als het te druk wordt op een locatie, dan hebben we een speciaal algoritme in de app gebouwd, wat ervoor zorgt dat continu monitort hoeveel deelnemers op een bepaalde locatie zijn. Omdat we namelijk controlepunten hebben staan op alle 42 verschillende locaties waar die cityquests zijn gevestigd. Op het moment dat de app erachter komt dat het te druk is op een bepaalde plek, wordt er automatisch geen mensen meer gestuurd naar die plek. Dus op dat moment gaan de 41 overige cityquests gebruikt worden om mensen naartoe te sturen.